In voorgaande dingen heb ik natuurlijk van alles getest. En vandaag ga ik eindelijk beginnen om alle delen van de viertak bieropener samen te voegen. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! En om al die onderdelen samen te kunnen voegen ga ik een box bouwen van Multiplex. Waar ik straks alles op kan monteren. Waar het biertje aan de zijkant komt. Waar het wiel op gaat komen op een framepje. Waar de startknoppen op gaan komen. Oftewel, alles komt samen op deze box. Maak me niet heel druk dat het allemaal precies passend gaat worden, want ik ga het nog helemaal bekleed met aluminium over de bovenkant en dan aan de zijkant maak ik nog aluminium hoekprofieltjes. Dus ik kan dit vrij ruig in elkaar maken zonder dat het straks gaat opvallen. Dat is wel een keertje lekker. Kijk, het bakje, de basis eigenlijk. En hier gaan dan straks de knoppen komen en hier komt de gashendel. De motor gaat hier of hier komen, daar ben ik nog niet uit. En hier komt dan ergens dat wiel wat je biertje gaat openen. Maar eerst gaan we deze natuurlijk even bekleden met aluminium. Zodat hij er wat mooier uitziet. En daarvoor heb ik deze dunne plaat aluminium gekocht. Dit is een 0,5 mm dik aluminium. En volgens mij zou je dit bijna met de schaar moeten kunnen knippen. Natuurlijk wel de goede lengte hebben. Zo. 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 Ga ik hem er helemaal omheen rollen. En ik hou hem nu in eerste instantie wel even iets langer. Zodat ik in ieder geval niet te kort kom straks. En dan kan ik het laatste stukje er altijd nog wel afkrijgen. Zo. Check. Ja. Ik ga hem iets smaller houden dan het bakje zelf. Op die manier, als ik hem heel klein beetje scheef ga, is dat niet zo'n ramp. En omdat die hoeklijntjes er toch nog omheen komen, zie je er straks helemaal niks meer van. Ik kan het echt gewoon knippen met de schaar. Dat is wel makkelijk. En dit is niet eens een plaatschaar, dit is gewoon een gewone schaar. Hoppa! Eén plaatje aluminium. Ik ga ze aan elkaar vastplakken met lijmspray. En dit is niet de lijmspray die ik ook voor al mijn templates gebruik. Dit is nummer 77. En dit is vast echt vast moet zitten. Dus ik ga dat op beide delen spuiten. Heel even laten drogen. En ja, dan als je ze op elkaar doet, dan zou het in principe praktisch gelijk vast moeten zitten. Laten we eens even kijken. Deze toch even moeten klemmen, want hij begon hier in de hoek een beetje los te trekken. De lijm die heeft een bepaalde verwerkingstijd en tegen de tijd dat ik deze gedaan had, was dat niet meer helemaal optimaal, waardoor die hier door de spanning los ging trekken. Maar ik denk dat als ik hem even klem dat het wel goed komt. Hop. Hop. Ik wil deze even goed de tijd geven om helemaal te kunnen drogen voordat ik hier nog gaat in ga boren en voordat ik hiermee verder ga. Maar wat ik wel kan doen is een verbindingsbusje maken voor
de vloeistofkoppeling naar de motor. De enige uitgaande as die deze motor heeft, dat is deze as waar dit wiel aan zit. En met dit wiel zit die eigenlijk al helemaal, is de as al op. Maar wat ik wel kan doen is moertje eraf. Daaronder zit M6 draad en dan kan ik een busje maken wat daar op komt. En van dat busje maak ik aan de andere kant weer dat die op de vloeistofkoppeling past. Omdat deze draaibank niet heel nauwkeurig is, is het best wel moeilijk om het allemaal concentrisch te krijgen. Dus als ik iets zoals dit heb, wat heel belangrijk is dat het allemaal in één lijn ligt, anders gaat straks die motor zwengelen natuurlijk, dan maak ik alles in één opspanning. En dus ik heb nu dit afgedraaid, ik heb het gat 8 mm geboord en met de punt van de 8 mm boor centreer ik nu weer de 6 mm boor of de 5 mm boor voor de M6 draad. En als het goed is, zou het dan allemaal straks mooi concentrisch moeten zijn. Hey, dat is hem. Het is niet eens een beetje krom, maar het is gewoon echt. Dit ding gaat gewoon een centimeter omhoog en omlaag. Dat moet ik maar even nog een keertje proberen. Ik heb een idee. Ik moet deze natuurlijk goed centrisch krijgen. En ja, blijkbaar gaat dat met allemaal in één opspanning toch net niet helemaal lekker. Want het schroefdraad is gewoon helemaal scheef. Je ziet gewoon het gat voor het schroefdraad loopt er gewoon zo doorheen. Dat is waarschijnlijk omdat het boordje op een gegeven moment toch een beetje gaat zoeken. Maar wat ik wel kan doen, denk ik. Ik kan deze twee kanten vlak draaien. Die vallen dan precies hier tussen deze twee gaatjes in. Doe ik daar een schroefje in, heb je de draairichting. En doe ik hier binnendoor helemaal, vanaf hier, een schroefje in met een verzonken kop, dat die mooi centreert. En dan zou het volgens mij moeten werken. Zo, dat lijkt er meer op. Het is nog steeds niet perfect, maar ik denk wel goed genoeg. En nu we dit hebben, kunnen we verder gaan met deze. Want ik wil hier natuurlijk alles op hebben. Zo, ik heb een aantal van... Ik heb twee van deze mooie RVS-knoppen met een lampje erin. Een tuimelschakelaar voor de main switch, die gaat hier komen. En dan nog die hendel. En ik weet niet zo heel goed hoe ik dit het beste kan doen. Maar het is zo dun dat ik denk dat ik gewoon met een gewone forstenerboor hier prima doorheen kom. Dat ging best aardig. Het was in het begin een klein beetje aan het zoeken, maar verder gaat het best wel goed. En de boor lijkt er ook niet heel veel van te hebben. Nummer 2. Wat je wel hebt, is dat het schijfje aluminium ervoor blijft zitten. Dus gauw je door het aluminium bent, moet je dat er even afhalen. Kijk. Dat ziet er nog niet zo mooi uit, maar we zijn er nog niet.
Hoppatee. Om die gashendel hier te kunnen doen, moet ik hem wel weer uit elkaar gaan halen. Maar dat is niet zo erg, want ik moet hem toch nog veranderen. Ik heb dit deel heb ik opnieuw geprint, want deze komt net niet helemaal lekker uit. Als ik deze hier zou plaatsen, ja, je ziet het eigenlijk al, dan komt de luchtcilinder dwars door alles heen. Dus ik heb dit scharnierpunt een beetje verplaatst, zodat de cilinder eigenlijk meer zo komt te liggen. En ik ga dan een kortere cilinder opzetten, zodat die, ja, de slag wordt dan wel iets minder. Maar dat is niet zo erg. Dan past hij er in ieder geval in. Zo, nou voordat ik alles hier ga inbouwen, ga ik hem eerst eens even testen. Gewoon zo met alle kabels erbuiten. Om te kijken of hij het überhaupt doet zo. Dat is 1. Dat is 2. Dat klopt niet. Die led gaat net even te vroeg aan. Maar we kunnen wel wat dingen testen. Die led die komt later wel. Die doet het. Dat is mooi. Oké, ik moet de motor nog steeds even tweaken dat hij goed start, ook als die koud is. Nu, als die eenmaal een tijdje gelopen heeft, doet hij het wel prima, maar het starten dat is steeds nog een beetje... Dus daar moet ik nog even mee aan de slag. Maar eerst... verder met de gaskabel. Dus wat ik gedaan heb, ik heb een remkabel gekocht. Die volgens hetzelfde principe werkt als een gaskabel. Normaal op je fiets maak je gebruik van die busjes die eraan zitten. Maar ja, dit is geen fiets natuurlijk. En ik heb ook niks bedacht wat met die busjes goed zou kunnen werken. Dat leek me nog onhandig. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon van deze adereind hulsjes pakken. En die hierop krimpen. En deze kan ik vervolgens gewoon op een schroefje maken. Dat lijkt me echt veel handiger. Die zit hier nu muurvast op, dus dat is makkelijk. Deze randjes, die zijn natuurlijk nog niet zo heel mooi. Ik heb hier wel wat aluminium op, maar die randen die blijven dan eigenlijk altijd open. Dus wat ik bedacht had, was om met een stuk hoeklijn dit zo... mooi weg te werken. En ja, dus ik ga hier en dan hier en daar allemaal zo hoeklijn rondom doen. En ik ben er nog niet helemaal uit of ik dat nou gewoon zo ga zagen en dan tegen elkaar aan ga leggen. Misschien zelfs solderen. Of dat ik dit op de hoeken ga inzagen en dan eromheen buigen. Dus dat ja, moet ik maar gewoon gaan proberen, denk ik. Het past best wel mooi. Het staat een klein beetje open hier, maar dat is niet zo erg. Misschien dat ik dat dan juist wel dicht kan solderen. Moet je dit zien, hè? Dit is best wel gaaf, hè, deze look. Zo. En van voor ziet dat er dus zo uit. Ja, daar kan ik geen losse stukjes voor maken. Dat ziet er, ziet er natuurlijk altijd minder goed uit dan dit. Dus deze ook aan de andere kant. En dan hier zo onder. Ik denk dat ik hier onder rondom ook ga doen. Ik denk dat dat wel mooi is. Je hebt hier sowieso ook die scherpe randjes waar ik vanaf moet.
Ik heb deze hier nu even tijdelijk opgezet met dubbelzijdig tape, want ik moet volgende week deze randjes hier nog solderen. Volgende week ga ik het hele framepje voor het spinnende wiel solderen en dan kan ik deze gelijk mooi meenemen. Maar laten we de motor eens even starten. Kijken hoe dat eruit ziet met dit. Ik heb hem getweakt en hij loopt nu als een zonnetje. Als een zonnetje, zei ik. Dat is best wel cool. Nou was het eigenlijk mijn plan om de motor en de vloeistofkoppeling deze week hierop te gaan zetten. Maar volgende week ga ik het framepje maken. En dat komt nogal nauw waar het framepje staat ten opzichte van de motor. Dus ik ga liever eerst het framepje maken, dan het framepje vastzetten en dan de motor plaatsen. Zodat het matcht met het framepje in plaats van andersom. Dus dat komt volgende week. Mocht dit nou de eerste video zijn in deze viertakt bieropener serie die je ziet. Klik dan even hier en dan kan je de hele serie vanaf het begin zien. Wil je gewoon andere vette video's zien? Klik dan even hier. Tot volgende week.